Dan ben je er aan het stoelen. Ik heb het al af, maar het zit nog niet gemakkelijk. Hij is nog niet af. Hij wordt nog hier met nog wat van alles aan gebeuren. Nu, het eerste dat ik ga doen, is de zit te maken. Want dan is het wel om op te zitten. En op deze manier kun je erop zitten, maar dat is niet interessant. Dus we moeten weer nog de plathoeken opmaken om te zitten. En de leuning wordt met van die latten zo geweven. En dat is dus mijn werk vandaag nog met afwerken. Goed. Zo. Ik ga de maat zagen, slijpen en 39,5 van alles meten. Dat is alles een keer. Een keer of twee, 39,5. Dat is goed, hè? Maar dan zet ik ook gaan op de andere kant. Alle veiligheidsvoorschriften. Kun je het zien? 39,5. Ja, ik weet het. Ik ben een goeie. Zo. Dat is al klaar. Deze gaan we vastlassen. Uit naar kijken. Kijk maar om vast te steken. Dit hebben we onze hokjes toe. Ja, ik heb het op 38 gezet. Omdat anders komt dat door. Voor echt een zitstoel van te worden. 38. Spijt we dat ook vast. Kijk, hè. Spijt. Dat is vast spijtig, dat is nog niet vast lassen. Hè, want dan hebben ga ik dat eerst afmeten voor die latten zitten. Ga ik die latten zitten, dat is ook ongeveer met, ik weet meer of heel wat los van. Dan moet ik eerst eens proberen. En dan ga ik die daaraan vastlassen. Ik ga eerst hier beginnen, dan ga ik daar recht zitten. Dan ga ik dat omplooien tot hier. Hier afknippen en dan rondplooien, want dat is niet echt dik, dat is een millimeter. Dat heb ik nu gemaakt. Kun je het zien? Ja. Goed. Deze steken we daartussen. Zo. En hup. Memme, wat we moeten nemen. Ja, daar.
Even dat stekje daar zo tussen zijn. Dat moet er niet te veel achteruit komen. Zo. Hop. We plooien dat mooi rond. Wacht even, wissel over rond. We plooien dat mooi rond. En eraf. Met mijn onzaakje. En dan beginnen we te vlechten. Hè. Kijk. Nu moet ik eronder door. Amai, dat is moeilijk met de camera in mijn hand. Nu moet ik eronder door. En hier erover. Zo. En dan eerder terug onderdoor. Ja. Dan up. Zie je? En zo voort, en zo voort, en zo voort. Tot over zijn. En dan achterna ga ik die. Je ziet, het is al gerusterd. Die lattekens. Maar dat is niks gezien. Want ik ga hem helemaal laten rusten. Ik ga hem insmeren met een zuur. Zoutzuur. En dan laat ik die in de nacht buiten staan. Dan is die mooi schoon verrusterd. Wat een kwaad, hè. Ah, terug achteruit. Ver. Zo, wat is... dat kan ik dus niet doen. Met de camera, hè, mijn mama. Dat is dus de zit van de stoel. Dat gaan we met de rugleuning doen. Ik denk niet Celeste, want dan ga ik die een bazaar krijgen. Ik ga daar een hartje in zetten. Denk je? Het krulletje zo. Van hier, zoep, naar daar, zoep. En hier van Celeste. Ja, dat vind ik het beste. Weet je waarom? Dat gaat een bazaar geven. Aan de andere kant gaat het heel los zien. En dat ben ik graag. Zo was het. Een hartje met krullen voor in de stoel. Ik heb varkens van acht genomen. Zo dik moet dat niet zijn. Ja, anders wordt dat ook heel goed doen. Ik heb hier zo'n spelletje. Dat is van. Ja, dat is voor krullen te maken. Ik heb daar nog een filmpje van staan op internet. Ja, zo. Ja. Heel simpel, gemakkelijk. Niet te veel kracht bij nodig. Want dat is ook weer zoiets belangrijk. We maken ons krulletje. Dat is een half krulletje. We gaan de rest van het krulletje maken. Zo. En we maken dat tot eerste. Voilà. Zo. Zo, Rob is een krul gemaakt. Dat is een rappe krul. Voilà. Perfecte krul. Mooi rond. Want anders was het vierkantig. En dat is goed. Oké, een keer kijken. Daar is de stoel. Zie je hem? Ja, ik zie hem ook. Voilà. Ik heb niet wat we gaan doen. Toch we daar wel een hartje gaan inzetten. Kijk, een hartje lijkt me goed. Een beetje. Of gaan we dus aan de andere kant de prachtstel kunnen zetten. Zo, voilà. Ik heb het ons. Ik heb dat aan elkaar gelast. Ik ga dat hier tussen lassen. Voilà. Zo. Tamelijk klassiek. En dat eerst. Zo zal we zeggen, vast plekken. Niet kijken, hè. Mensen, niet kijken. Als je kijkt naar loswerk, kun je er een hoop miserie van krijgen. Dat ga ik niet doen, ik ga dat hier niet lossen. Want dat is niet schoon. Dan gaan we de stoel onderuit. Dan gaat hij recht. Dan kan ik dat ook zo pakken. Weet je. Ja, oh, dat is niks. Dan moet ik dat terug een beetje omhoog zetten. Zo. Voilà. Weer niet kijken naar mensen, niet kijken. Ik mag ook niet kijken.
Weet je wat daar plezant aan is? Als je dat last dan voelde dat door de warmte trekken. Je kunt dat zo een beetje op zijn plaats houden. Hè. Zo ver, hè. Zo, dat is al tussen gefoefeld. Zo, wow, wat een klassiek. Klassiek. Ik vind het te zeggen. Nog eens te bakken. Oei. Ik heb een paar krullen getrokken. Dat is niet gesmeed. Zeg allemaal smijt uit. Dat is niet gesmeed uit. Zo, wat ga ik doen? Ik ga niet rijden. Ik wil daar zo in liggen zitten. Zo, hè. Voilà. Ik ga die zo daar erin zetten. Die moet tegen de andere komen. Zo. En ik ga die zo opzetten. Die zo hier tegenkomen. Dus, alsjeblieft. Ja, wat heb ik nu genomen? Rust, daar. Hier, dan heb ik nog wat zo'n keer gemaakt. Randspitten en vijs op. Het chippen. Chippen. Maar dat is gaat wat oplossen. Dan gaan we het doorzetten. Zo zetten. Dat hier. Want dat daar is, naast zetten ze. Dan ga ik dat mooi naar buiten, naar zo fijn als ik dat wil. Voilà, en ik wil dat zo fijn. En dan ga ik hetzelfde doen. Ook gelijk zetten met de strip. En ook naar buiten, ook zo fijn. Voilà. Dan gaan we dat doen. Hup, hup, en dan kunnen we daar gewoon mee spelen. Dat er overal is gewerkt. Daar komt er dan ook nog schoor op je de weg in de stoel. Ja, dat moet wel doen. Ook weer onder die raaf van de stoel. Ik wist het al. Zo. Dat is goed. Om weer te kijken. Zo, dat is beter. Dat is goed. Ik ga hier nog zo'n plaats maken. En dan. Ik heb geen. Alsjeblieft. Spannen een beetje. Even nog een beetje. Naar binnen bloeien. Ik geloof het, man. Ik geloof het. Oké, okay. Kunnen we aflossen. Ik heb beter gezegd, vastpunten.
voor de bolletje binnen. Goed, voor mij dat wel genoeg. Dan heb je de vuilnisje op de tijd. Ik zal het in mijn decolleté krijgen. Oh. En dan is het zo. Met de vrouwelijke vorm erin. Ja, goed zo. Enfin, ik kan het aflassen en dan moet ik nog wat slijpen en zo. Ga ik dan geslepen, dan gaat hij klaar. Dan gaan we die insmeren met zoutzeer. Deze avond dan laten we die in een arbeid staan. En die heel mooi rustig. Deze mooi en gaal rustig. Zomaar rustig. Het moet niet zomaar, het moet de goede zijn. Twee rolletjes heb zitten. De stijgerslag. Ja, nee, niks stijgerslag. Hier, kijk. Zo. Zo, ringsjes. Ik zet het er gewoon op en ik klas dat helemaal in. Dat is goed, hè? Ja. Natuurlijk met de opening naar beneden. Vullen de bolletjes in die dag. Ja. Die zijn er ook, dus moeten we ons volkschap al doen. Er zit nog niks mee te maken, man. Goed. Voilà. Hoe zou ik dat moeten doen? Ik heb ook al dat het mijn noepen staat. Dus ga ik dan nog doen. Ah, mooi. Strop, hè? Dat is dat moeten aan. Ik heb blazen. Ja, ik heb geblazen. Dan gaan we de stoel omdraaien. Veel materiaal kwijt. Dat is beter geweest. En iedere keer schijnt het vlakje genoeg. Alles, de stoel is af. Is het geen juweeltje? Is er toch iets aan gesmeed? Wat plat geklopt en rondgedraaid. Meer niet. En mag ik eens zien hoe dat goed zit. Hè? Ja. Gaan we dan een keer bekijken. Dat is goed in zitten. Kijk aan zitten. Mama. Dat zit. Oh, ik heb het niet zien. Ja, dat is spijtig, man. Ik zit hier goed. Een beetje. Oeh, dat is nog warm aan mijn rug. Ja. Dus dat was hier nog warm. Voilà. De stoel gemaakt in Smidse tweeloken plus al die een andere bron hier.
Ja, wat ik nu eigenlijk wel zelf het schoonste vind, dat is dat eerste. Dat is dat, hè. En dat is... Ja, dat is wel een gewerkt geweest, hè. Dat is een gesmeed geweest, hè. Dat is gesmeed te rust. Dat is voor, wat kan ik erin doen, potpourri en zo van alles. Snoepjes. Dan mag je die snoepjes aan mij geven. Zo, dat zit er niet al te vast in, maar dat stek niet aan. Dat vind ik toch het schoonste, ja. Ja. Goed, dat hier, ja. Dat is zo, weet je. Krolement. Dat is voor YouTube te zetten en zo. En, ja, het is niet voor niks. Smidse twee loken. Zo. Ik hoop dat jij het goed vond. In de smidse hier bij mij. De stoel is gemaakt. Dan zijn we weer content. Kunnen we weer iets meepakken naar de ambachte markt. Kesselo. Tja. Tot de volgende keer.